Welkom bij een nieuwe aflevering Theeleuten met Vincent. Dit keer gaan we het hebben over dingen. Tot aan de intro. Ja, dames en heren. En hij was weer lekker. Ik heb hem al... Zo. Ik heb hem op. Mensen, welkom. Die headset ook af. Jongens, zo kan ik toch veel lekker met jullie communiceren. Ik ben eergisteren naar de Efteling geweest. En het was hartstikke gezellig weer. Na een maand terugkomen in het park is er niet veel veranderd. Het was iets drukker, maar we hoeven eigenlijk bijna niet te wachten voor de attracties. Dus dat was de attracties. Hoefde benen niet te wachten. Maar het was heel leuk. Het was met een andere crewgroepje. Dus dat is ook wel heel leuk om met andere mensen te gaan. Je merkt, als je met andere mensen gaat, dan is zo'n tripje door een park heel anders. Ja, misschien klinkt dat heel raar, maar als je met het standaard groepje gaat, ja, dan is het gewoon weer een hele andere ervaring. De ene heeft weer andere humor en heeft weer bepaalde opmerkingen. En zo verschilt het dan per groep. En dat is hartstikke leuk. En ik heb dus iets gekocht in de Efteling en dat laat ik jullie zien. Het was een van de grootste beeldjes die ze hadden. En het is dus dit kleine paddenstoeltje. Ik vond hem zo leuk ik zie nou ook pas dat er een beetje, dat hij een heel klein beetje niet kapot is, maar hij is een beetje raar hier. Ik weet niet of je het ziet. Maar hij zit een beetje kapot daar of zo. Maar goed, dat heb ik niet gezien, joh. Wat zonde. Nou, dat maakt niet uit. Misschien zit daar de jukebox. Want uit die paddenstoeltjes komt muziek. Dat weten jullie. Maar ik vond hem zo leuk. Ik dacht, nou, ik neem er één. En wie weet komt er ooit nog wel eens een ander Efteling beeldje. Maar je had zoveel beeldjes, maar die kosten zoveel geld. Ik denk, nou, ik neem een goedkoop iets gewoon als klein souveniertje. En als je elke keer iets kleins neemt, dan is het ook gewoon leuk. Dat was het enige souveniertje voor deze keer. Ik heb eigenlijk nog meer beeldjes gekocht. Klinkt een beetje raar, maar ik ben heel erg van de hebben dingetjes, verzamelingen, weet je wel. En er waren beeldjes in de aanbieding van, even kijken, Pop 3. Dat zijn van die figuren die grote oogjes hebben. En die hebben een bepaalde stijl. En dan kan je van films, van games, van series, weet je wel. Van alles wat, hebben ze die poppetjes. En ik heb er nu twee bij gekocht. En dat is Simba van The Lion King natuurlijk. En van kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nekje en de rest van het werk doen wij. Maar goed, dat waren hele leuke karaktertjes. Ik dacht, nou ja, ik vind het toch wel twee van de cutste karaktertjes die er zijn. Ik bedoel, moet je kijken hoe cute. Het is gewoon zo schattig hoe dit eruit ziet. En ja, dat kan je toch niet laten liggen. Hè? Dit zijn gewoon echte coole Disney figuren. Maar ja, goed, dat dus terzijde. Ik laat je trouwens nog iets zien, maar dan moet ik het even pakken. Moment, die heb ik dus van Erik gehad, maar dat weten jullie. Wacht even. Kijk. Zo, kijk, en dan zie je het verschil. Dit is ook zo'n Pop 3 poppetje. Maar je ziet het verschil dat dus... Deze is dan zo'n gewelddadige... Deze is Vincent Vega uit Pulp Fiction. En dit is dan Simba. Maar je ziet dat het wel ongeveer dezelfde stijl is. Vooral die oogjes die doen het hem. En dan heb ik nog iets gehaald. Ja, het lijkt net alsof ik heel veel inkopen heb gedaan. Maar dat is helemaal niet zo. Maar het is gewoon toevallig. Disney Infinity is een game. En ik heb een playset gekocht. En die bevatte dus Toy Story en die vrouw. Ik weet niet hoe ze heet meer, maar ze is een hele stoere cowboyvrouw. En deze koop je dan in een set, deze twee. En er zit dus ook zo'n raket bij. En die raket die unlockt dan een nieuw level voor je Disney Infinity Plate. Ik heb hier die plate, ik laat het ook gewoon zien, want dan weten jullie... Oh, sorry voor het geluid. Dit is de plate van Disney Infinity, zoals je ziet. En dan leg je hier, dit is dan die raket van Toy Story. Het is heel gedoe, die zet je dan daarin, dat is dan het level. En het poppetje die je wil spelen, in dit geval Jack Sparrow, die kan je dan erop zetten. En dan kan je met het karakter spelen. Dus dat is, ja, het is natuurlijk heel veel, hun verdienen zoveel geld eraan. Ik ga ook niet meer playsets kopen, want Cars vind ik dan wat minder. En met Cars moet je waarschijnlijk alleen maar gaan autorijden en racen ben ik al echt een rund in. Hè? En vooral het stunten ben ik al echt, dat kan ik gewoon helemaal niet goed. Dus dat laat ik gewoon over dan aan andere mensen die kunnen het halen. Ik neem gewoon de Toy Story set en that's it. Nog iets, de meeste mensen vragen mij van, Vincent, waar zijn je video's om 7 uur? Die komen er wel weer aan, rustig mensen. Het is niet afgelopen, maar het is een beetje rommelig voor mij. Want ik ben namelijk nieuwe video's aan het opnemen voor januari, februari. En dat betekent, ik ga ook naar een nieuw partnernetwerkship. Dus ik zit een beetje te rommelen ermee. Ik kan het wel vertellen, ik ga naar Age of Media, oftewel Age of Gaming. Zo heet het vroeger, maar ze heten nu Age of Media, want ze zijn veranderd.
En Age of Media, zo moet ik het zeggen, die zijn dus, dat is een netwerk wat echt zulke leuke mensen heeft. Amon en Samir, dat zijn mensen die zo gezellig zijn. Als je ze ook in het echt ontmoet hebt, dat heb ik ook gedaan op The Gathering. Als je ze even met ze praat, dan is het zijn zulke leuke mensen. En ik ga nu van een Engels platform, ik zat bij Fullscreen, van een Engels netwerk ga ik nu naar een Nederlands netwerk. Dus nu kan ik eindelijk eens normaal communiceren met de rest, zeg maar. En bijvoorbeeld ook meedoen aan bijvoorbeeld leuke, ja, hoe noem je dat? Van die campagnes. Dus dat ik dan wat extra kan filmen of zo, of dat ik word uitgenodigd voor iets. Dan is dat beter als dat in Nederland wordt georganiseerd, dan dat ik ergens naar Amerika of Londen moet reizen. Dat is logisch. Dus ik ben heel erg blij dat ik naar een nieuw netwerk ga. Vandaar dat mijn kanaal een beetje rommelig is en zo. Maar dat komt wel helemaal in orde weer. Dus er komen weer volle video's. Ik ben volle maand opnemen. En vooral de video's van Disney Infinity, die komen heel veel voorbij. En ik kan je ook wel vast verklappen dat als ik bij mijn nieuwe netwerk ben, dat er een hele leuke video online komt. En die heb ik al zo lang niet opgenomen. Ik denk misschien al een jaar zeker wel. Misschien iets minder lang dan een jaar. Maar het gaat over de GTA 5 video's. Er zijn mensen die dat heel erg leuk vinden als die weer terugkomen op een kanaal. En dat gaat ook weer gebeuren. Dus verwacht binnenkort zeker weten nieuwe Grand Theft Auto 5 video's. En dan niet story mode missies. We gaan gewoon lekker kloten door die map. Gekke dingen ontdekken we. En ik moet je zeggen wat ik heb gezien. Het was lachwekkend. Het was schokkend. Het was raar. Het was vreemd en zo. Ja, het is hetzelfde. Maar het was gewoon heel apart om het allemaal te zien. En dat is GTA 5. Een hele aparte, leuke, toffe, mooie game. En dat komt allemaal op mijn kanaal. Dus zeker weten. Ben ik niet van de aardbodem om 7 uur. Jullie denken, Vincent gaat naar bed, naar Sesamstraat. Die heeft om 7 uur geen video's meer. Dat klopt niet. Ik ga nog zeker video's maken. En speciaal voor jullie natuurlijk. Dus ik zou zeggen, volgende keer zijn we gewoon bij je terug. Gaan we gewoon lekker theeluiten op de maandagavond. Komen er gewoon 2 video's en misschien nog zelfs 3 video's op een dag. Maar dat weet ik nog niet. Maar er gaat zeker nog meer video's komen. Dus wees niet getreurd. Er komen ook nog livestreams. Dus het wordt echt fantastisch. Maar daar krijgen jullie allemaal updates van. Jullie kunnen nog altijd kijken op mijn website www.davinsta.nl. En dat staat onder in de beschrijving. Gewoon even kijken, koekeloeren. Misschien kan je wel een leuk spelletje spelen. We hebben Efteling simulaties. We hebben allerlei verschillende leuke verslavende spelletjes. Dus heb je een tip of een hint. Of zou je iets heel graag op mijn website willen zien. Dan is het misschien leuk om onder in de comments dat te zeggen. Wat je dan precies graag op mijn website wilt zien. Of heel graag zou willen je spelen. Of ik noem maar iets op. Dit was eigenlijk mijn gezegje tegen jullie. En ik hoor helaas geen antwoord terug van jullie. Maar ja, dan hoop ik dat in de comments kan ik wel wat teruglezen, hoop ik. Dus laat het ook weten hoe jouw week was. En hoe deze week misschien wel gaat worden. Ik heb niet zoveel bijzonders wat ik ga meemaken. Dus het wordt gewoon een hele leuke, vermakelijke week, denk ik. Hoop ik ook voor jullie. Dus tot de volgende week. Bij Theeleuten. En ik zeg tot ziens. Doei doei.